Gemeente, we gaan Gods woord openen vanmiddag in het evangelie naar Lucas. En wel hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. En ik wil daaruit met u lezen vanaf vers 4. Dus Lucas 8 vanaf vers 4. Tot en met het 21ste vers. Lucas 8 vanaf vers 4. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot Jezus kwamen, zo zei hij door gelijkenis: een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het een bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots. En opgewassen zijn is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen. En de doornen die mede opgroeiden, verstikte hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudig vrucht voort. Dit zeggende riep Jezus: wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vroegen hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En Jezus zei: u is het gegeven de verborgenheden van Gods koninkrijk te verstaan, maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. En die bij de weg bezaaid worden, zijn zij die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. Die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer ze het woord gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen, maar deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in de tijd van verzoeking wijken ze af. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En niemand die een kaars ontsteekt, bedekt dezelfde met een vat of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, nog heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Zie dan hoe gij hoort, want zo wie heeft zal gegeven worden, en zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En Jezus' moeder en broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschapt door enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten, begerende u te zien. Maar Jezus antwoordende zei tot hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze, die Gods woord horen en datzelfde doen. Tot zover, gemeente, de lezing van Gods woord. Gemeente, vorige week mocht ik in uw midden bevestigd worden als dienaar van het woord. We hebben toen het formulier mogen lezen in de morgendiensten voor de bevestiging van predikanten. En in dat formulier, dominee Job heeft dat allemaal uitgelegd, hè, hoor je wat er van mij verwacht wordt, wat er van een predikant verwacht wordt. In het onderzoek van Gods woord, in het uitleggen van Gods woord, in het aan het hart leggen van Gods woord. Maar gemeente, mag ik het vanmiddag eens omdraaien? Wat wordt er van u verwacht? En van jou? Ik ben geroepen om het woord te brengen. U en jij worden geroepen om het woord te horen. Maar hoe doe je dat? Hoe moet dat? Want je hebt het net wel gehoord in de gelijkenis van de Heer Jezus. Hè? Je hebt horen en horen. Je hebt mensen die horen wel, zegt Jezus, maar hun hart is zo hard als het oppervlak van een wegdek. En de duivel pikt het zaad zo weer weg.
En anderen horen wel, maar het is maar voor een poosje. En je hebt ook mensen, zegt Jezus, die bewaren wat ze gehoord hebben. Dus ja, je ziet het, je hebt horen en horen. En daarom, gemeente, wil ik graag vanavond met u een ogenblik stilstaan bij de aansporing van de Heer Jezus die hij ons geeft in vers 18. Dat is onze tekst voor vanavond, de eerste woorden van vers 18, alleen deze woorden. Zie dan hoe gij hoort. Zie dan hoe u hoort. Ik wil, gemeente, daar drie dingen over zeggen. In de eerste plaats staan we stil bij het belang van horen. Waarom is horen zo belangrijk? Als Jezus ons aanscherpt en aanspoort, let op hoe je hoort. Het belang van horen. In de tweede plaats letten we op het verkeerde horen en het goede horen. Kijken we even terug naar die gelijkenissen van de zaaier, waar we horen dat er verschillende manieren zijn om te horen. Verkeerde manieren, maar ook goede manieren. En tenslotte letten we, gemeente, op de belofte en de waarschuwing die de Heer Jezus daaraan verbindt. Want hij zegt in onze tekst, want zo wie heeft zal gegeven worden, en zo wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. Zie dan hoe u hoort. Het belang van het horen, het verkeerde en het goede horen, en tenslotte de belofte en de waarschuwing die de Heer daaraan verbindt. We gaan eerst zingen, gemeente. Jongens en meisjes, heb je dat ook wel eens? Dat je net lekker zit te lezen of een spelletje te doen op de computer. En dan roept mama ineens: eten! En jij roept terug: ja, ik kom! Maar ja, het ging zo goed, je spelletje. Je zat net zo lekker te lezen, het was zo spannend. Nog even die bladzijde uitlezen. Ja, en dan ineens staat mama naast je, een beetje boos. Ik had je toch geroepen? Heb je me niet gehoord? Ja, had je het nou gehoord of niet? Je had het wel gehoord natuurlijk. Maar eigenlijk ook niet, hè? Het ging het ene oor in en het andere oor uit. Ik zei het al, gemeente, je hebt horen en horen. En daarom zegt Christus vanmiddag tegen jou en mij: het doet ertoe hoe je hoort. Zie dan hoe gij hoort. He, dat is in het gewone leven zo. Dat zag je net in dat voorbeeldje wat ik gebruikte, wat we allemaal wel herkennen, denk ik. Maar dat geldt ook in het geestelijke leven, gemeente. Je hebt horen en horen. Zie dan hoe u hoort. Waarom zegt de Heer dat? Waarom is het zo geweldig belangrijk, jongens en meisjes, hoe je luistert? Nou, dat brengt ons, gemeente, op onze eerste gedachte. Dan gaan we even kijken samen naar het belang van het horen. Waarom is horen zo ongelooflijk belangrijk? De apostel Paulus, gemeente, geeft daar het antwoord op. Paulus zegt namelijk in Romeinen 10, u kent die woorden vast wel, hè? Het geloof is uit het gehoor. Met andere woorden, geloven ontstaat door het horen. En Paulus stelt daar de vraag aan de orde: hoe zullen ze in de Heer Jezus geloven als ze niet over hem gehoord hebben? Met andere woorden, er is geen geloof mogelijk zonder horen. Ik heb het natuurlijk nu even niet over mensen die niet kunnen horen, die fysiek niet in staat zijn om te horen. Die kunnen gelukkig weer op andere manieren het woord tot zich krijgen. Maar je mag wel zeggen, onder normale omstandigheden is het gehoor de normale manier om het woord tot je te krijgen en tot geloof te komen. Gemeente, God, de God van de Bijbel, is een sprekende God.
Een God die werkt door zijn woord. En we zien dat heel de Bijbel door. In het Oude Testament dan zendt de Heer zijn profeten. En wat doen die profeten? Ja, die spreken het woord van de Heer. En die zeggen, alzo zegt de Heer, hoor des Heren woord. Zo gaat het in het Oude Testament en dan uiteindelijk zendt de Heer zijn eigen zoon, de Heer Jezus. En wat doet de Heer Jezus? Nou, lees maar in de evangelie. Hè? Hij spreekt met mensen. Hij legt hen het woord van God uit. Hij geeft hen het woord van God door. En ook als Jezus naar de hemel is gegaan, dan zendt hij vervolgens zijn apostelen, zijn discipelen erop uit. Om het woord te verspreiden, wereldwijd. En dat gaat gelukkig nog steeds door. Jaarlijks worden er weer nieuwe talen, nieuwe mensen bereikt met de boodschap van het evangelie. Want dat is de opdracht van de Heer. Onderwijs alle volken. En daar zien we aan, hè? God is een sprekende God die werkt door zijn woord. Iemand, gemeente, die dat heel goed begrepen had, was John Bunyan. Ja, John Bunyan is natuurlijk heel bekend geworden door zijn boek De Christenreis. Maar u weet misschien wel, hij heeft ook nog een ander boek geschreven. De Heilige Oorlog. Ik kan u dat van harte aanraden. Zowel De Christenreis als De Christinnenreis. Dat zijn boeken die met kop en schouders boven heel veel andere boeken uitsteken. En een ander bekend boek van John Bunyan is dus De Heilige Oorlog. Waar gaat het over? Het gaat over een koning die strijd voert om een stad. Stad Mensenziel. Die koning heet Vorst Emmanuel. Weet u wel over wie het gaat natuurlijk. En ja, het gaat er natuurlijk om, hoe komt God ons leven binnen? Hoe komt Emmanuel stad Mensenziel binnen? En dan zegt Bunyan, die stad heeft twee poorten. De een is de oogpoort. De ander is de oorpoort. En hoe weet Vorst Emmanuel uiteindelijk de stad te veroveren? U snapt hem al natuurlijk. Door de oorpoort. Hij komt binnen door de oorpoort. En Bunyan bedoelt daarmee natuurlijk, dat is Gods manier om in ons leven binnen te komen. Het geloof is door het gehoor. Gemeente, onthoud het, de duivel werkt altijd via de oogpoort. Ja? God werkt door de oorpoort, de duivel werkt door de oogpoort. Hè? Je ziet iets moois in de etalage. Je ziet iets moois op de website. Je hebzucht wordt aangewakkerd. En daar ga je. Je had het helemaal niet nodig, maar je koopt het toch. Je ziet een seksueel getinte passage in die film, in dat programma. En in plaats van hem uit te zetten, kijk je door. En jouw gedachten worden bezoedeld en vervuild. Zie je? Door de oogpoort. De duivel komt binnen door de oogpoort. En daar is hij vandaag ontzettend goed in, gemeente. Er is geen tijd geweest als onze tijd waarin de duivel zoveel weet te bereiken door de oogpoort. En wij leven in een beeldcultuur. 6, 7, 8, 9 uur per dag op een scherm is tegenwoordig niet vreemd meer. En het maakt mensen kapot. Het maakt mensen kapot. En als God het niet verhoedt, maakt het je kapot voor de eeuwigheid. En dat is een geweldige bedreiging voor het horen van Gods woord. Je abonnement op Netflix kan zomaar een ticket naar de hel worden. En dan zeggen we, oh, hij preekt wel lang, hè? Hoe lang? 45 minuten. Zeg je dat ook bij die film van 2 uur? Of als de voetbalwedstrijd een verlenging krijgt? Nee, dan is 2 uur niks, toch? Lieve gemeente, mag ik het u op het hart binden? U kunt God alleen maar leren kennen door de oorpoort. U kunt alleen maar zalig worden als u leert oppassen met de oogpoort en zuinig bent op uw oorpoort. De mensen die straks in het nieuwe Jeruzalem zijn en die bij God mogen horen,
Die zijn het allemaal geworden door te horen. En je moet eens kijken wat de Heer Jezus zegt in vers 21. Hè? Ik heb dat expres even bijgelezen. De Heer Jezus staat op een dag ergens te preken. En dan komt zijn familie eraan. Hè? Notabene zijn eigen moeder Maria en zijn broers. En dan zeggen de mensen... uw moeder en uw broeders staan daar buiten en die willen u graag zien. Wat zegt Jezus dan? Hij bedoelt het niet hard of zo, maar dan zegt hij... Weet je wie mijn moeder en mijn broeders zijn? Dat zijn zij. Die naar mijn woord luisteren. Maar hij antwoordde en zei tot hen, mijn moeder en mijn broeders... zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. Dan ben je echt mijn familie. Als je naar mijn woord hoort. En denk maar aan dat beeld wat de Heer Jezus in Johannes 10 gebruikt. Hè? Mijn schapen kennen mijn stem. Je kunt alleen bij de kudde horen. Door te luisteren naar de herder. Je kunt alleen... bij de familie van Christus horen, door zijn woord te horen en te doen. Maar nou zagen we in dit gedeelte, gemeente, en de Heer Jezus wijst ons daarop, dat mensen heel verschillend horen. En de Heer Jezus vertelt net hiervoor, voor onze tekst, de gelijkenis, de bekende gelijkenis van de zaaier. Ik ga er nu niet heel uitgebreid op in, want dan kun je een preek apart over houden, en wel vier preken als het moet. Maar het gaat eventjes om de centrale boodschap. U kent dat verhaal allemaal, die zaaier, die... strooit zaad. Dat is overal hetzelfde zaad. Er zit geen verschil in. Maar wat je ziet, er gebeuren wel hele verschillende dingen met dat zaad. Je hebt zaad bijvoorbeeld, zegt vers 12, dat bij de weg valt. En er staat er in het Matthäus-evangelie bij, dat zijn de mensen die... horen, maar niet verstaan. Die weg, dat is eigenlijk een beeld van hun hart. Hun hart is zo hard, ze zijn zo onverschillig, dat ze niet eens de moeite nemen om de boodschap tot zich door te laten dringen. Ze niet eens de moeite nemen om het te begrijpen. Je kunt het soms al zien in de kerkdienst, ik zie het hier vanmiddag nu, gewoon gebeuren, voor mijn ogen. Ik zie het nu gewoon gebeuren. Je sluit je gewoon helemaal af voor de boodschap. Je zit onverschillig onderuit gezakt. Of je zit lekker te kleppen met je buurman of je buurvrouw. En als je zometeen buiten vraagt, maar waar ging de preek over? Dan weet je het al niet eens meer. Dat is het zaad dat bij de weg gestrooid wordt. Jouw hart is keihard. Je hebt ook mensen die horen wel, maar er gaat toch iets mis, zegt Jezus. Dat is het zaad, zegt hij, dat op steenachtige plaatsen valt, of tussen de dorens. Daar groeit wel wat, het is een beetje zo'n menggrond, een beetje zand, een beetje keien, stenen. Op zich kan er wel wat groeien, alleen het heeft geen diepgang. En zodra het moeilijk wordt en zodra het wat gaat kosten, er komt vervolging, er komt beproeving, er komt lijden, dan haken die mensen af. Dus daarmee bedoelt de Heer Jezus, dat is een oppervlakkig geloof. Dat is een geloof dat geen wortels heeft. Het heeft geen diepgang. En dan die dorens, wat zou dat betekenen? Nou, ik denk dat we daar het meest last van hebben, gemeente. Dat weet ik wel heel zeker. De dorensgemeente, dat zijn de mensen die zondags aandachtig luisteren. Je doet goed mee. Je luistert aandachtig. Want je weet, het is belangrijk. Het gaat over mijn zaligheid. Je bent niet onverschillig. Het woord doet echt wat met je. Je denkt erover na. Zie je? Er begint wat te ontkiemen op zondag. Maar ja, hè? Dan wordt het weer maandag, dinsdag... En dan zijn er die dorens, zegt Jezus. En gemeente, die dorens, dat is altijd het nare van onkruid. Hè? Dat groeit altijd harder dan het goede zaad. Die dorens, dat is je huiswerk op maandag.
Of die repetitie op dinsdag. Of de administratie die zo nodig moet gebeuren. Of uw drukke gezin. Of ja, die mooie baan waar je voor gekozen hebt, maar die jou wel 60 uur per week kost. En dan is het woensdag en dan is het zaad eigenlijk al helemaal verstikt door de doorns. En dan is het tenslotte ook nog zaad, zegt Jezus. Trouwens, wat aangrijpend, hè? Vindt u dat niet, gemeente? Dat bij 3 van de 4 het niks wordt. Dat raakt mij. U ook? Dat goede zaad van het evangelie. Op zoveel plekken waar het komt. Doet het niks. Het ligt niet aan het zaad. Dat is goed, dat is prima. Zaad van God. Het ligt aan jou en mijn hart. Wat een wonder, gemeente, dat er tenslotte ook nog zaad is, zegt Jezus, dat in goede aarde valt. Wie zijn dat? Nou, kijk maar mee. Dat zijn zij, vers 15, die het woord gehoord hebben, het zelf in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. God zij dank, zijn die er ook nog. We staan hier niet voor niks hoor, echt niet. Dus we zien, gemeente, er zijn mensen die horen. En er zijn heel veel mensen die wel horen, maar toch niet goed horen. En vandaar dat Christus in onze tekst zegt, en dat bindt hij op jou en mijn hart. Zie dan hoe gij hoort. Hij spreekt je aan op je verantwoordelijkheid. Jongens en meisjes, vaders en moeders, ouderen in ons midden vanmiddag. Het doet er dus toe hoe u hier zit. Het doet er dus toe hoe u hier luistert. De Heere spreekt jou aan op je verantwoordelijkheid. Let op hoe je luistert. Let op hoe je omgaat met mijn kostbaar woord. Opdat het ook bij jou niet verloren zal gaan. Maar je kunt verkeerd horen. En je kunt goed horen. Dat is onze tweede gedachte, gemeente. Ik heb iets gezegd over het belang van horen. U kunt niet zalig worden. We kunnen alleen zalig worden door te horen. Letten we in de tweede plaats, gemeente, op het verkeerde horen en het goede horen. Ja, zegt u, hoe kun je verkeerd horen dan? Nou, mag ik een paar voorbeelden noemen? Ik haal ze zomaar even kriskras uit de Bijbel. De eerste vorm van verkeerd horen, gemeente, is dat je oppervlakkig hoort. Ja? Oppervlakkig horen. De apostel Jacobus, gemeente, gebruikt daar een treffend beeld bij. Hij zegt in Jacobus 1 vers 23, hè? Je hebt mensen die in een spiegel kijken. Hij kijkt even in die spiegel, draait zich weer om, loopt weg en is eigenlijk alweer vergeten wat hij net gezien heeft. Nou, zo kun je ook met Gods woord omgaan. Je zit in de kerk en voordat je straks thuis bent, ben je het eigenlijk alweer kwijt. Je denkt er niet meer over na. Het is net water, hè, dat als het regent, het water dat even je gezicht raakt, maar er dan zo weer van afglijdt. Oppervlakkig horen. Het doet niks. Het glijdt zo weer van je af. Een andere manier, gemeente, waarop je verkeerd kunt horen, en die komt ook heel veel voor, is dat je je niet op de boodschap focust, maar op de boodschapper. Tjo. Wat kan die man het goed zeggen, zeg? Ja, maar wat zei die nou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik was het alweer vergeten. Zo ging dat bijvoorbeeld, gemeente, bij de profeet Ezechiël. Als Ezechiël preekte en sprak, dan luisterden mensen graag. En er staat in Ezechiël 33, leest u even voor. U bent voor hen als een liefdeslied. Met een mooie klank en goed gespeeld. En dan zegt de Heer, ze horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. Dus de mensen luisterden graag naar Ezechiël. Het was als een prachtige melodie, prachtige muziek. Alleen ze deden er niks mee. Ze handelden niet naar. Je focust je op de boodschapper. Dat gebeurde trouwens bij de Heer Jezus zelf ook. Hè? Hoeveel duizenden mensen gingen niet naar Jezus luisteren, die gewoon hun oude leventje voortzetten. Ze vonden hem interessant. Hij zei, het is wat anders.
was anders dan de anderen. Dat is gevaarlijk. Je focust je op de boodschapper, maar niet op de boodschap. Kan trouwens ook andersom, hè? Dat gebeurt ook, dat de boodschapper jou niet aanstaat. Ja, en dan kan die dominee nog zulke mooie dingen zeggen, nog zulke ware dingen zeggen, nog zulke goede dingen zeggen, maar je zult er toch niet naar luisteren, want die boodschapper staat jou niet aan. Dat is gevaarlijk. Je focust je op de boodschapper. Maar je moet je niet focussen op de boodschap, maar op de boodschap. Oppervlakkig horen is een verkeerde manier. Je focus op de boodschapper is een verkeerde manier. Wat ook een vorm van verkeerd horen is, gemeente, is onvoorbereid horen. Mag ik even vragen aan u, hebt u van de week gebeden? Hebt u van de week gebeden om gezegende diensten vandaag? Hebt u gebeden voordat u hier naartoe kwam? Voor mij, voor uzelf, voor de gemeente die hier zit? Hoeveel mensen, gemeente, zou er niet zijn die zomaar onvoorbereid gaan horen? Wat is dat erg? Want gemeente, hier in de kerk spreekt God. Hier in de kerk ontmoeten we God. En u weet wel, hè, toen Mozes de Heere ontmoette, toen moest hij de schoenen van zijn voeten afdoen. Want de plaats waarop gij staat, zegt de Heer, is heilige grond. En als de priesters in Israël het huis des Heeren binnengingen, gemeente, wat deden ze dan? Dat weet u wel, hè? Dan moesten ze zich eerst wassen. Zonder voorbereiding mocht je Gods huis niet in. Hoe zit het bij ons, gemeente? Hoe zit het met jouw voorbereiding? Hoeveel mensen zouden er niet zijn die zomaar onvoorbereid gaan horen? Zonder dat je om een zegen gebeden hebt voor jezelf, voor je gezin. Of dat je op zondagmorgen om 9:30 je bed uitrolt. Of nog later, want ja, het was vannacht nogal laat geworden, hè. En dan zit je daar met je duffe hoofd in de kerk. Nou, fijn dat je er bent, laat ik dat voorop zet. Ik zou altijd zeggen, kom. Al ben je nog zo duf, kom. Kom naar de kerk. Het zal niet de eerste keer zijn dat de Heere mensen stilzet, al zat jij er helemaal niet op te wachten. Gelukkig maar, ook als je onvoorbereid komt, gemeente, kan de Heere wonderen doen. Kan er een woord voor jou bij zijn. Maar ik zeg er wel bij, het is veel beter om voorbereid te komen. Hoe moet dat dan? Wat is dan het goede horen? Nou, laat ik een paar dingen noemen, vier dingen. Wat is goed horen? In de eerste plaats, gemeente, goed horen betekent ontvankelijk zijn. Goed horen is ontvankelijk horen. Heel simpel dus, dat jij open staat voor wat de Heere te zeggen heeft. Je zegt, hoe word je dat? Hoe word je ontvankelijk? Nou, dat zei ik net al, dan kun je denken aan het gebed. He, dat je bidt om een zegen voor jezelf, voor de dominee, voor je kinderen, voor andere mensen. En dat moet je niet alleen op zondag doen, maar dat mag je ook al door de week doen. Ik geloof zeker, gemeente, als u dat doet, hè, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Heren, wilt u mij zondag een zegen geven? Wilt u met uw geest werken in de gemeente? Dat u zondags anders in de kerk zit en dat er echt iets voor u bij zal zijn. Je zegt, heren, spreek, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Ontvankelijk horen. Ja, moet ik wel eerlijk zeggen, gemeente, dat betekent soms wel dat er dingen in je leven moeten veranderen. Soms in je houding, soms in je gedrag. Jacobus zegt in Jacobus 1, vers 21, ontvang met zachtmoedigheid, het woord dat in u geplant wordt. Hoor je het? Met zachtmoedigheid. Hoe kun je nou met zegen het woord horen als je net voor kerktijd nog ruzie met je vrouw hebt gehad? Of met je broertje of zusje? Een lelijke ding hebt gezegd of zo?
Hoe kun je met zegen het woord horen, met zachtmoedigheid het woord ontvangen, als je boos bent of haatdragend jegens iemand? Soms moet er iets veranderen in je houding. Soms moet er ook iets veranderen in je gedrag. Jongelui, als je nou merkt, hè, dat je zondagsmorgens nauwelijks kunt luisteren, omdat je zo moe bent, omdat het zaterdagavond zo laat is geworden, ja, daar kun je wat aan doen, hè. Dat is niet zo moeilijk. Dat is heel simpel. Gewoon eerder naar bed gaan. Of misschien is de barrière bij jou wel dat er zoveel andere stemmen zijn. Dat kan ook, hè. Dat er zoveel stemmen in jouw hoofd zitten, zoveel stemmen in jouw leven klinken, dat je de stem van God gewoon niet meer hoort. Altijd online. Honderden berichten op WhatsApp. Je wordt er moe van. Misschien is muziek bij jou. Muziek is heel krachtig. En dat weet de duivel heel goed. Dat is een van de manieren waarop hij Gods stem in jouw leven probeert te overstemmen. Ik zou zeggen, kijk eens eerlijk naar je leven. En ik vraag je vanmiddag, wat zijn bij jou de barrières? Wat zijn bij jou de barrières die je hinderen om Gods stem te horen? En dan vraag ik je ook, ben je bereid om daar wat aan te doen? Ga zo niet verder, gemeente. Want weet je, dat is het gevaarlijke. Hoe meer jij Gods stem blokkeert, hoe meer jij Gods stem wegmoffelt, hoe meer jij Gods stem laat overstemmen door andere stemmen, hoe lastiger het wordt om die stem nog te horen. Ben je bereid om je hart weer ontvankelijk te maken? Dat was het eerste advies. Goed horen betekent ontvankelijk horen. Goed horen, dat is het tweede wat ik wil zeggen, betekent ook betrokken horen. Betrokken luisteren. Wees betrokken op het woord. Dat begint, gemeente, al voor de kerkdienst. Dat kun je al doen voordat je in de kerk komt. Je kunt bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte vast eens lezen, waarover gepreekt wordt. Staat er online, staat er op zaterdag vaak al op, dus je kunt van tevoren al dat gedeelte eens lezen. En ik zou tegen de ouders, de vaders en moeders willen zeggen, misschien helpt het als u het gedeelte thuis in het gezin alvast eens leest, op zondagmorgen of zondag tussen de middag. Betrokken. Ook in de kerk trouwens. Door gewoon mee te doen. Door je Bijbel mee te nemen. Door mee te lezen met wat er gelezen wordt. Door mee te kijken als de dominee tegen je praat. Toon je betrokkenheid. Ik zie het heus al hoor, als je wegdraait. Misschien helpt het je om mee te schrijven. En sommige mensen vinden het fijn om wat dingen uit de preek op te schrijven. Thuis nog eens over na kunt denken. Nee, ik vind het helemaal niet fijn. Ik luister liever, dat is ook prima. Maar misschien helpt het je om wat dingen op te schrijven, wat punten uit de preek. Maar wees betrokken op het woord. Derde advies om goed te horen. En dat is, gemeente, bewaar het woord. Moet eens kijken wat de Heer Jezus zegt over die goede hoorders, hè, in vers 15. De goede hoorders zijn zij die het woord gehoord hebben en hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Daar zet ik even een streep onder. Goed horen betekent het woord bewaren. Ik vind dat een heel mooi woord. Wat bewaar jij? Ik ben net verhuisd. En er gaat een heleboel weg. Er zijn ook heel veel dingen die je bewaart. Ik heb in mijn kamer een paar mappen staan.
Daar zitten bijvoorbeeld de beroepen in die ik ooit gekregen heb. Daar zitten waardepapieren in, contracten en zo. Dat zijn de dingen die je bewaart, hè? De dingen die belangrijk zijn, die kostbaar zijn, die waardevol zijn. Als je misschien komende week je diploma krijgt, sommigen van ons krijgen een diploma, dat bewaar je natuurlijk. Hè? Belangrijke documenten, diploma's of sieraden ook, hè? Dat je misschien iets gekregen hebt van je moeder of van je grootmoeder, waar je zuinig op bent. Gemeente, zijn de woorden van de Heere kostbaar voor je? Nou, bewaar ze dan. Geef ze een goed plekje, zou ik zeggen. Waar dan, dominee? Nou, hier in je hart. Weet je wat de dichter van Psalm 119 zegt? Ik heb uw geboden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zou zondigen. Zie je dat? Hij had de woorden, de geboden van de Heere in zijn hart verborgen. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 14? Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Dat is zo zegenrijk, gemeente. Want als jij Gods woorden bewaart, dan helpen ze jou op het moment dat je ze nodig hebt. Dan helpen ze jou op het moment dat je het moeilijk hebt. Dan kan het zomaar gebeuren, hè, dat je in een lastig dilemma zit, dat je een moeilijke keus moet maken, dat je in een moeilijke beslissing zit, of in een situatie van verzoeking of verleiding, en dat ineens die woorden van de Heer naar boven komen. Dat die woorden je helpen op dat moeilijke moment. En ineens dat stemmetje hoort, gij zult niet begeren. Of, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En je had ze bewaard. En toen je ze nodig had, toen waren ze er. Het kan ook helpen om bijvoorbeeld tekst uit je hoofd te leren. We hebben jammer genoeg in Barneveld geen zondagsschool, maar op de zondagsschool leerden de kinderen altijd een tekst. En dat deden we altijd samen aan tafel en in het gezin. Dat kun je natuurlijk ook zonder zondagsschool doen, hè? Dat je gewoon één tekst per week uitkiest en die na de maaltijd even met je kinderen oefent. Als je dat 7, 8, 9 jaar doet, wat geeft je dan een schat aan wijsheid mee? Een schat van woorden van God, die de Heer kan gebruiken in je leven. Je zegt, hoe kun je dat doen dan, het woord bewaren? Nou, neem bijvoorbeeld even de preek, hè? Ik kwam eens in een artikeltje van dominee Hoek uit Putten een heel mooi advies tegen. Die zei, het kan je helpen om na afloop van de preek jezelf twee vragen te stellen. Heel simpel, gewoon twee vragen. Kun je elke preek doen, kun je op elke preek toepassen. De eerste vraag is, wat was de boodschap van deze preek? Zet dat eens even in één of twee zinnen neer. Wat was nou de boodschap van deze preek? Denk even aan de preek van vanmorgen, waar ging het vanmorgen over? Er is een zaad van de slang, er is een zaad van de vrouw, en God zal ervoor zorgen dat er altijd een zaad van de vrouw zal zijn. Zoiets, hè? Wat was de boodschap van deze preek? En dan de tweede vraag, en die is natuurlijk heel belangrijk. Wat moet ik met deze preek? Wat zegt de Heer, wat vraagt de Heer in deze preek van mij? Wat moet ik nou met deze preek doen? Wat is nou de boodschap voor mij? Nou, als u dat elke preek doet, gemeente. Wat was de boodschap van deze preek? En wat is de boodschap voor mij? Dan zul je merken dat het woord veel dichterbij komt. En dat helpt je, gemeente, dat bewaren van het woord, dat helpt je tenslotte om ook een dader van het woord te worden. Want goed horen betekent, gemeente, wees een dader van het woord. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om dat je het allemaal weet, hier in je hoofd. Maar het gaat er vooral om dat je het doet. Kijk eens even wat de Heer Jezus zegt, hè? In vers 21. Mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en hetzelfde doen. Daar gaat het om. Dat jij doet wat de Heer zegt. Er kwam een man thuis uit de kerk. Hij was wat eerder dan anders, een kwartiertje eerder. Zijn vrouw keek hem wat verwonderd aan en vroeg, hé, is de preek nu al klaar? Waarop hij antwoordde,
Nee, nu begint het pas. Ja, nu begint het pas, gemeente. Morgen en overmorgen. Wees een dader van het woord. Doe je dat? Doet u wat de Heere zegt? Ben jij een dader van het woord? Je zegt, hoe ben je dat dan? Heel eenvoudig, gemeente. Doen wat de Heere zegt. Als de Heere zegt, bid, en u zal gegeven worden, dat jij je knieën buigt en je handen vouwt en de Heere bidt. Als de Heere zegt, ga in je binnenkamer, dat je doet wat de Heere zegt. Dat je je nood en je zorg en je zonde voor de Heere neerlegt. Als de Heere zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, dat je dat koninkrijk gaat zoeken. Als de Heere tegen je zegt, bekeer je van je zonde en geloof het evangelie, dat jij gaat breken met de verkeerde dingen in je leven. Als de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig, dat je gaat inspannen om heilig te leven. Kijk, dan word je een dader van het woord. Dit is nou, gemeente, het goede horen. Ontvankelijk, betrokken, bewaren, en tenslotte doen. Nou, ik heb iets gezegd over het verkeerde horen en het goede horen. Kijken we tenslotte, gemeente, in onze laatste gedachte nog naar de belofte en de waarschuwing die de Heer daaraan verbindt. Onze laatste gedachte, onze derde gedachte. Want gemeente, je ziet in onze tekst dat de Heer Jezus er een waarschuwing en een belofte aan toevoegt. Wat is de belofte? Nou, heel eenvoudig. Wie heeft, zal gegeven worden. Wie heeft, die zal gegeven worden. Dat betekent, als je je inspant om het woord te horen, dan belooft de Heer, dan krijg je steeds meer. Als je inspant om het woord van God te horen, dan word je beloond. Dan krijg je steeds meer. Dan word je gezegend. Dan wil de Heer je steeds meer geven. Waar kun je dan aan denken? Oh, heel veel. Dan mag je groeien, gemeente, in de kennis van de Bijbel. Dan mag je groeien in de kennis van God. Dan mag je steeds meer gaan zien en ontdekken hoe rijk en hoe heerlijk de Heer is. Dan mag je in de tweede plaats ook groeien in de zekerheid van het geloof. Want reken er maar op, hoe meer je met dat woord van God bezig bent, hoe meer zekerheid, vastheid en vertrouwen op de Heer er in je leven komt. Denk maar aan die boom uit Psalm 1, hè? Die boom die staat geplant aan het water. Hij slaat zijn wortels uit. En als je nou op dat levende water van Gods woord staat, gemeente, dan kunnen je wortels gaan groeien. Dan komt een verdieping. Dan komt er meer en meer vastheid in je leven. En weet je wat er dan ook gaat groeien? Er gaan niet alleen de wortels groeien, zodat je meer vastheid en zekerheid krijgt. Dan gaan er ook vruchten groeien. Liefde, zachtmoedigheid, nederigheid, dienstbaarheid, geloof. Allemaal vruchten die groeien door de omgang met het woord. Dat is tot eer van God, maar het is ook nog eens tot zegen van je naaste. Wie heeft, die zal gegeven worden. Wat een heerlijke belofte, gemeente. En er staat zo mooi in Spreuken 9, vers 9. Geef onderwijs aan een wijze. En dan? En hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige. En hij zal inzicht vermeerderen. Dat is de belofte. Maar gemeente, de Heer geeft ook een waarschuwing. Wie heeft, zal gegeven worden. Maar zo wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal van hem genomen
worden. Ja, dat zijn hele ingrijpende woorden, gemeente. Als jij je niet inspant om het woord van God ter harte te nemen, als je er niks mee doet, dan komt de Heere daar een keer op terug. En dan zegt Jezus, dan zal alles van je afgepakt worden. Ook wat jij dacht te hebben. Ik moet denken aan dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt, hè, over die dienstknechten. Die Heer die ging op reis, ze krijgen allemaal een paar talenten. De een 5, de ander 3, de ander 1. Nou ja, u kent het verhaal, die man die de 5 had, die won er nog 5 bij. Die man die de 3 had, die won er nog 3 bij. Maar er was één dienstknecht bij, hè, die was lui. Die kreeg 1 talent, maar die deed er niks mee. Nou ja, niks mee, hij begroef hem in de grond. En toen kwam die Heer terug en die vroeg, wat heb je met mijn talent gedaan? Maar ja, niks. Ik heb hem verstopt en alsjeblieft, hier hebben we meer. Ja, dat dacht hij. Zo dacht hij er vanaf te komen. Maar hij moest zijn ene talent inleveren. En dat werd gegeven aan die man die er 5 gewonnen had. Dan zie je het weer, hè? Wie heeft zal gegeven worden. En hoe eindigt het dan? En o God, ik bid dat dit niet geldt voor u en jou. Hij werd beetgepakt en geworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en tandengeknars. Zo loopt het af, zegt Jezus, met mensen die niets met mijn woord doen. Die God maar laten praten. En die denken, het zal allemaal wel. Ik zie wel hoe het afloopt. Dan wordt alles van je afgepakt. En je eindigt in de buitenste duisternis. Gemeente, wat een ongelooflijke verantwoordelijkheid heeft u en jij. Als het gaat over het woord van God. Dit gaat echt, gemeente, over je eeuwig behoud. U bent zo geweldig bevoorrecht. Het is zo'n groot voorrecht, gemeente, om het woord van God te mogen horen. Het is zo goed nieuws wat u mag horen. Dat al uw zonden vergeven kunnen worden. Dat u het eeuwige leven kunt ontvangen. Wat een geweldige boodschap, gemeente, maar ook wat een geweldige verantwoordelijkheid. Want als u er niks mee doet, gemeente, wat zal uw straf zwaar zijn? Ik ben er diep van overtuigd, gemeente, op de bodem van de hel zijn niet de pooiers en de criminelen en de drugshandelaren. De bodem van de hel wordt bezet door keurige refo's die het woord van God geweten hebben en er niks mee deden. Die de weg geweten hebben, maar hem niet wilden bewandelen. Die de Heer Jezus zomaar hebben laten praten en zijn evangelie naast zich neergelegd hebben. Kerkmensen. O, laat dat toch niet met u gebeuren. Dat hoeft niet, gemeente. Maar dan komt het er wel op aan vanmiddag. Zie dan hoe u hoort. U hebt vorige week zondag gehoord wat er van mij verwacht wordt, wat de Heer van mij vraagt. En er is een tijd in mijn leven geweest toen de Heer mij ging roepen tot het ambt van predikant. Dat de Heer me heeft laten zien wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid dat is. Liet de Heer me zien vanuit Ezechiël. Als jij het woord spreekt en de mensen horen niet, dan is het hun verantwoordelijkheid. Maar als jij het hen niet vertelt, dan zal ik hun bloed van jouw hand eisen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En die weegt. Maar laat deze verantwoordelijkheid, gemeente, ook voor u wegen. Zie dan hoe u hoort. Vandaag hoort u wat er van u verwacht wordt. Het gaat erom dat u hoort. En wel zo hoort dat je tot bekering komt. En de Heere Jezus leert kennen.
Ik denk aan die man die bij Spurgeon kwam. Hij kwam al een poosje in de kerk bij Spurgeon. Die grote kerk, de tabernakel, er zaten duizenden mensen op zondag. En als je wilde, kon je daar een vaste plek krijgen. Maar toen zei die man tegen Spurgeon: dominee, klopt het dat als ik hier een plek aanvraag, dat er van mij verwacht wordt dat ik tot bekering kom? Dat klopt, zei Spurgeon. Ik hoop van harte en ik bid dat dat ook gebeurt. Als u hier lid wil worden en een plek wil krijgen, dan verwachten we van u dat u tot bekering komt. Lieve gemeente, dat mogen we toch van u ook verwachten. Jij komt toch niet naar de kerk om een kerkbank te verslijten? Je komt toch niet naar de kerk alleen maar omdat het hoort, omdat je vader en moeder dat zo graag willen, of omdat je man of vrouw je meeneemt? Je komt naar de kerk om Christus te leren kennen. Inderdaad, als u hier zit, wordt van u verwacht dat u tot bekering komt. Dat is waar ik om bid. En dat is waar u en jij zich voor in moet spannen. En er is er maar één manier om tot bekering te komen. Door te luisteren naar zijn liefdestem. Door te horen naar zijn woord. Zie dan hoe u hoort. En lieve gemeente, ik zou zeggen, begin er vandaag maar mee. Jongelui, stel niet uit tot morgen wat je vandaag doen kunt. Want je weet niet, hè, of er nog een morgen komt. Denk aan die twee jonge mensen van de afgelopen 2 weken. Je weet niet of er nog een morgen komt. Maar vanmiddag spreekt de Heer weer. En hij is het zo waard dat je luistert. Ik kan je niet zeggen hoe goed de Heere is. Ik weet wel, er zijn heel veel stemmen. Die heb ik in mijn eigen leven ook gehad. Er zijn heel veel stemmen waar je spijt van krijgt. Als je naar luistert. Waar je later van kunt denken, had ik er maar nooit naar geluisterd. Er zijn heel veel stemmen waar je spijt van krijgt als je naar luistert. Soms hier in het leven. En anders straks. Maar als je naar zijn stem luistert, kan u zeggen, daar krijgt u nooit spijt van. Hij zegt het, ook vanmiddag. Mijn stem is tot de mensenkinderen. Daar zit zo'n liefde in. Ik zal nooit vergeten, ik zat als jong in de Vredeskerk in Veenendaal. En dominee Stoutjesdijk preekt over die woorden. Mijn stem is tot de mensenkinderen. En alles viel weg. En het werd zo'n wonder, want hij sprak tot mij. Zomaar in de bank. Mijn stem is tot de mensenkinderen. Daar zit zo'n liefde in, want hij meent het. Hoor aandachtig naar mij. Eet het goede. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor en je ziel zal leven. Amen. 95 vers 4, gemeente, gaan we zingen. 95 vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk wordt.